Welkom dames en heren bij deze fantastische nieuwe video. Na het overweldigende succes van de David Silva Centurion Challenge tegen Matty. Dit is dus een paas van David Silva met zijn goede been. Gewoon een normale steekpaas. Zo slecht. 86e nu, David Silva achter de bal. En natuurlijk ging die pauperbal weer mis. Jongen, verloren. Was het tijd voor een nieuwe challenge. En aangezien Matt en ik allebei deze fantastische speler hebben gepakt. Oh, kom op. Nee. Izagi, nee. Nee. Oh nee. Was het tijd voor de Inzaghi in de spits challenge in de Weekend League. Wat het doel is, elke overwinning die je behaalt met Inzaghi in de spits. Je mag hem niet wisselen, moet hem in de spits zetten. Krijg je 2 punten. En elk doelpunt dat je met hem scoort, krijg je 1 punt. En aan het eind het aantal, heb je een totaal aantal punten uiteraard. Want ja, je kan toch tellen. Je kan toch gewoon tellen of niet dan? Je kan toch tellen. En aan het eind het totale verschil tussen Matty en tussen mij. Zal betekenen hoeveel appreciation posts je moet doen over de ander op je Instagram story. Nou, ik ga natuurlijk niet verliezen. Maar mocht je me toch willen volgen op Instagram, dat kan. Mijn Instagram is Koen. Ik heb ook een fantastische Inzaghi goal counter linksonder toegevoegd. Oh, wat ziet het er prachtig uit, zeg. Fantastisch. Van de hoofd van Inzaghi, maakt verder weinig uit. Maar voordat we te veel lullen, laten we maar beginnen met de allereerste wedstrijd. Dit is mijn team met Inzaghi. Dus ja, niet een heel bijzonder team, aangezien ik dit team al gebruik. Oh, echt maanden. Ik ga binnenkort maar eens denk ik een nieuw team kopen. Ik ben een beetje klaar met het hetzelfde team. Ik heb gewoon zin in een nieuw team. Ik heb er gewoon zin in. In onze allereerste wedstrijd komen we tegen deze tegenstander met een prima teampje. Niks mis mee, helemaal niks mis mee. We beginnen in minuut 3. Oh mijn god, heerlijk balje van Inzaghi. En ja, die mist hij gewoon niet. Onze wereldspits mist hij niet. Die mist hij gewoon echt niet. 1-0. Helaas komt hij in de 16e minuut terug via Zaha. Zaha. 3 chemistry Zaha. Schiet met zijn links die bal zo binnen. Oké. In de 24e minuut komen we door. Krijgen we een grote kans. Wil ik hem afleggen. Goede reden van de keeper. En de keeper is er zo blij mee. Daarna denkt van, ik doe nog een duik. Hahaha. Waar slaat dit op? Dat slaat ook helemaal nergens op. Een van de spassies aanval. Ja, maar goed. Hij komt op 1-2 voor. Hij komt ook op 3-1 voor. Het wordt ook 1-4. Oh mijn god, echt waar houdt dit op? In 71 minuten gebeurt iets raars. Ik krijg namelijk een soort rebound. En Ronaldo wil erop afrennen, maar ik kon er gewoon niet op afrennen. Dat mag gewoon niet. Je mag gewoon niet zo'n rebound erin schieten van mij. Kijk wat hij doet, die Ronaldo. Dat kan toch niet? We maken nog een 4-2 met Neymar. Nog een heerlijke 4-3. Oh, met Inzaghi. Fantastisch. Waardoor de Inzaghi goal count nu op 2 staat. Ja. Je ziet hem staan, mens. Maar afgelopen. We verliezen de allereerste wedstrijd. En gaan nu 0-1 in de Weekend League. Wat een fantastisch begin. Fantastisch, geweldig. Gelijk door naar pot 2. Zijn team. Zo slecht. Na 5 minuten is het alweer zover. Jawel. Onze smikkel Inzaghi. Hoppakeetje. Inzaghi. Lekker hoor. Neymar scoort een 2-0. Maar we krijgen dan weer een penalty tegen. En ik krijg zoveel penalties tegen. Wat ik hier deed. Ik heb geen flauw idee. Even een herhaling. Ik heb nog steeds geen flauw idee. Maar, hij scoort hem. 2-1. We komen op 3-1 door Neymar. Neymar is zo ongelooflijk goed. Die vent is zo goed. Dat staat echt nergens op. Hij scoort een 3-2. Daarna Inzaghi hier met. Oh, wat een dragback. En oh, wat een doelpunt. Wat lekker zeg. 4-2. Heerlijk doelpuntje. Wat Inzaghi, niks mis mee. Daar komt Mbappé door en hoppakeetje. Lekker trampie, piephop. 5-2. Hij maakt de 5-3. Uiteraard maakt Inzaghi de 6-3. Echt Inzaghi on fire, jongens. Ik zweer het je, dit wordt echt de makkelijkste challenge die ik ooit gewonnen heb van Matty. Mbappé maakt nog de 7-3 om het af te maken. En zo winnen we deze pot met 7-3. Gaan we 1-1 in de Weekend League. En heeft Inzaghi al 6 doelpunten gemaakt in 2 wedstrijden. Hij komt gewoon op 60 goals als ik zou doorgaan. Dat is wel erg lekker. Nee, is helemaal niet waar. Jawel. Nee, ik word gemiddeld 3 per wedstrijd. 90 goals komt hij. 90 komt hij. Wat lul, ik kan echt niet rekenen. In pot nummer 3 kwamen we tegen dit standaard team. Ja, gewoon een standaard team. Niks meer, niks minder. Gewoon oké. Maar het was weer duidelijk wie de grensrechter wilde won. Want ja, in de 18. Maar het was weer duidelijk wie de scheidsrechter. Het was weer duidelijk wie de scheidsrechter wilde. Nee, het is niet de scheids, het is de grens. Het was weer duidelijk wie de grensrechter wilde dat won. Want moet je kijken, hij houdt me gewoon tegen scheids. Dit kan toch niet? En je gaat natuurlijk niet je eigen grensrechter affluiten. Maar kom op, kom op. We komen wel op 1-0. Door Pipo. Echt een wereldgoal. Deze gast is zo slecht. Oké, maakt niet uit. 1-1 vanaf de aftrap. Ja, begint hij gewoon met lopen. En ja, dan kan je blijkbaar gewoon langs de hele verdediging lopen en die bal binnen schieten. Oké. Dan scoorde hij de 1-2. Een letterlijk wereldgoal met Rashford uit het niets. Gewoon ineens zo bam binnen. Oké. Scoorde hij de 1-3. Oh, de 1-4. Jezus. De 2-4. Ja, Pipootje. Daar is hij weer. Ja. Lekker hoor. En hij scoorde 2-5. En daardoor verliezen we deze pot weer. Gaan we 1-2 in de Weekend League. Dit is slecht. Maar wel 8 goals met Inzaghi, jongens. Ja. In totaal hebben we nu 10 punten, namelijk 8 goals en 1 overwinning. Dus dat is 10 punten. Ik moet echt meer gaan winnen, want die overwinningen zijn echt heel erg belangrijk. In pot 4 komen we tegen een erg goed team. Gewoon een erg goed team. En het is tijd voor de kansenbingo. Jawel. Daar zijn we dan. Welkom. In de 5e minuut. Mbappé. Oh. Ja, die mag er toch wel in, zou je zeggen. Helaas gaat er niet in. In de 8e minuut. Inzaghi. Oh, wat is die vent ongelooflijk slecht. Dat is niet normaal. En dan komen we 1-0 achter. Uit het niets. Echt letterlijk uit het
niets. Gewoon zomaar staan we 1-0 achter. In de 20e minuut weer een nieuwe kans. En Mbappé'tje op de paal alweer. Jawel. Daarna eindelijk de 1-1 van Ronaldo. Kijk, die scoort natuurlijk wel een legend. Dan grijpt Varane nou lekker in. Het is echt ongelooflijk. Ik vind die vent zo slecht. Waarom ik hem nog heb? Geen flauw idee. Hij geeft alleen maar penalties weg. Of hij grijpt slecht in. 1-2 achter. In de 24e minuut weer een kans voor Inzaghi. Die schiet. Ah, corner helaas. Ja, was op zich geen. Oh mijn god. Dit is gewoon een doeltrap. Dit is gewoon een doeltrap. Die kan er echt niks van, die Inzaghi. Ronaldo maakt het 2-2. Mertens scoort voor hem de 3-2. Pipo Inzaghi scoort de 3-3. En dan mensen. In de 70e minuut. Mbappé met een tramp op Inzaghi. En ja. Oh mijn god. Hoe kan je dit met. We maken nog 4-3 met Mbappé. We winnen. Hoppakeetje. We hebben nu 9 goals met Inzaghi. En we gaan 2-2 in de Weekend League. En als ik niet 9 goals heb met Inzaghi, dan heb ik ergens een telfout gemaakt. Dat zou jammer zijn. Maar je kan ons nog linksonder zien hoeveel doelpunten we hebben gemaakt. In pot 5 kwamen we tegen echt een ziek team. Ja, best wel een ziek team. Stel je voor, hij heeft al deze spelers. Zo, pardon. Jezus Christus. Zou je al deze spelers uit Icon SBC's hebben gehad? Want stel je voor, hij heeft er 4 gedaan. Hij heeft Pelé en Cruyff. Zou wel vrij ziek zijn, moet ik zeggen. Vrij ziek. Maar we beginnen lekker. Varane weer heerlijk ingegrepen. Het is echt. Ik weet gewoon niet wat die gast doet. Maar ik krijg hem gewoon niet onder controle. Ik vind die vent zo slecht. Ik ga echt lang lekker kopen. Of Messi. Ja, kan ook niet op centerback. Maar ja, Varane blijkbaar ook niet. We staan wel 1-0 achter. Komen we 2-0 achter. Een heerlijke rebound. Kruifje. Scoren 1-2 met Pipo. Pipo en Zaghi. Pasta. Pizza. Pipo. Hij scoorde 1-3 via het koppie van Ter Stegen. Het zat me niet mee deze pot, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Echt niet. Ik scoorde 2-3 met Ronaldo. En de comeback was nog niet voorbij. Nee. We scoorden 3-3 met Neymar. Maar helaas scoort hij de 3-4 met Cruyff. En verliezen we weer. We gaan 2-3 in de Weekend League. Het was tijd voor even een goede reeks, mensen. En daar begonnen we deze wedstrijd mee. Zijn team. Tja, wat kan ik erover zeggen? Niks. We komen op 1-0 voor door Mbappé. We komen op 2-0 door Ronaldo. En op 3-0 ook door Ronaldo. Dit is een rage quit waar ik destijds wel blij mee was. Maar nu denk van waarom was ik in godsnaam blij mee, want nu kon ik niet scoren met Inzaghi. Terwijl ik anders misschien nog wel wat goals had kunnen maken met Inzaghi. Ik had eigenlijk misschien beter een soort eigen goal kunnen maken. Maar ja, dat ga ik natuurlijk niet doen, want ik ben natuurlijk geen homo. Ik heb geen idee van wat het gedaan heeft, waarschijnlijk wel. Maar dat is extra leuk als hij het gedaan heeft. En dat ik het nu zeg dat je dan homo met dit doet. Ah, hij is weg. Gonlusu. We gaan 3-3 in de Weekend League en we hebben 10 goals. Ah, dat is 16 punten. Oké. In pot nummer 7 kwamen we tegen weer een matig team. En weer met Vardy. En die scoort ook, want die Vardy scoort altijd tegen mij. We komen op 1-1 door Pipo en Inzaghi. En daarna maken we ook de 2-1 door Neymar. Daar blijft het bij. En dus gaan we 4-3 in de Weekend League. Lekker. Pot 8. Weer een poepteam. Echt, ik vind dit top. We kregen wel op het begin een pingel tegen door Varane weer natuurlijk. Echt, oh, die stuurde iemand anders het universum in een penalty tegen. Ja, 1-0 achter. Oh, man. Dan scoren we de 1-1 met Neymar. De 2-1 met Neymar. De 2-2 door Vardy. Het is een nieuwe pot, maar weer Vardy. Dan Carlos Alberto die de 3-2 maakt. Wie had dat ooit verwacht dat zou gebeuren? En Pipo Inzaghi met de 4-2. Jawel. We gaan 5-3 in de Weekend League. En hij heeft 12 keer gescoord. Het is op zich best wel prima. Maar ik moet nog echt wel meer scoren. Want ik begin nu toch wel een beetje zweethangjes te krijgen en zo. Pot nummer 9 is weer P.O.E.P. Poep. Nou, de pot niet, maar zijn team. De pot daarentegen is lekker. Behalve in de 5e minuut, want dan gaat Varane weer. Probeert weer iets te doen. Wat doet hij? Nou, niet voor later. Reboundje 1-0. Gewoon weer Vardy. Hoe kan dit nou? 1-1 door Neymar. 2-1 door Ronaldo. 3-1 door Neymar. Dat maakt hij met een omhaal. Met Vardy. De 3-2. Ik scoor de 4-2 met Mbappé. Hij maakt dan de 4-3. En dan een heerlijke goal van Pipo. Pipo. Goal. 5-3. Lekker zeg. 13 doelpuntjes en 6-3 in de Weekend League. Lekker. In pot nummer 10 kwamen we tegen Juan Jesus. Wie speelt er nou nog met Juan Jesus? We kwamen op 1-0 door Neymar. Zo goed. Echt, Neymar is zo goed. 2-0. Neymar. Hij is zo... Ja, ik val herhaling. Maar hij is zo goed. Hij maakte wel de 2-1. Dat was iets minder. Hij maakt ook de 2-2. Dat was ook iets minder. Maar we scoorden de 3-2 met Petit. En daardoor wonnen we deze pot. Gingen we 7-3 in de Weekend League. Pot nummer 11. Oh mijn god. Nee. Mijn held, wat doe je? Nakajima, waarom ben je overgelopen? Je zit bij mij op de bank. Oh. Nou, deze pot kon dus eigenlijk niet goed gaan. Maar in ieder geval, de aftrap werd genomen. Het is de aftrap van de verlenging. Deze wedstrijd was fucking saai. We komen op 1-0 door Pipo. Hij maakt heel snel de 1-1. Ja, dat was wat minder, moet ik eerlijk zijn. Dan krijgt hij een corner. Ja, toch wel een poepgoal. Ja, Ter Stegen. Niet heel goed gekiept ook. Nee. Ook in de herhaling ziet het er niet goed uit. We verliezen deze pot 7-4. Helaas. De pot daarna komen we tegen Makalele. En laat Makalele lekker de tweeërs krijgen. Hij komt op 1-0 door Marco Reus. Ik scoorde 1-1 met Cristiano Ronaldo. 1-2 door Raul. Ah, Raul, jongen, met je smerige baard. Ga weg, jongen. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Waarom doe je dit? Scoorde 2-2 met Neymar. 3-2 met Ronaldo. Jawel. Dan is Varane weer helemaal de weg kwijt door een dragback, volgens mij. En is het 3-3. Dan scoort hij de 3-4. Denk je van, ja, het gaat helemaal verkeerd. Nee, want daar komt Pipo. Wereld. Fantastisch gedaan. 4-4. Opnieuw verlenging. En dat ligt mij gewoon niet zo, want hij scoort de 4-5. En we verliezen. En dan gaan we 7-5 in de Weekend League met 15 goals van Inzaghi. Ik hoop echt dat ik goals nog
heel goed hebt. Anders niet, maar dan zie je dat kopje linksonder. Pot nummer 13 tegen een prima team. 1-0 door Mbappé en 2-0 door Ronaldo. Ragequit. 8-5. Pot nummer 14. Is weer niet veel. Ja, we gaan natuurlijk ook. We gaan 8-5. Dus ja, je komt niet echt in een goede team. Want je gaat even fucking slecht. We komen 1-0 achter. Lekker gekiept. Uitstekend gedaan ter Stegen. We komen 2-0 door Mata. En hier ging even iets fout in mijn hoofd. In mijn hoofd. Want ik kreeg ineens storing. Ik was van, ik haat mijn leven en zo. En ik was mijn hoofd aan het slaan tegen de punt van mijn tafel. Met mijn ogen. Maar zo, En toen dacht ik van, ik race het gewoon. Want natuurlijk nergens op slaan. Want ik moet doelpunten maken met Inzaghi. Ook al verlies ik met 10-9. Als ik 9 is, kom met Inzaghi. Is gewoon goed. Helaas had ik dat niet door op dit moment. Dacht ik race het gewoon. Ja, niet heel slim. 8-6. In de Weekend League. Pot daarna weer tegen een dramatisch team. Echt heel erg slecht. Krijgen we een rebound tegen. Pijnlijk. Krijgen ook de 2-0 tegen. Nou, ik had dus hier begonnen alweer het stoom in mijn oren te komen, mensen. En dan lieg ik niet, hè. We scoren nog de 1-2 met Neymar. Maar daarna komt hij door. Tackling met Varaan. Te laat. Maar ja, hij had al geschoten. Dus ja, op zich boeien. En de bal ging er uiteindelijk toch in. Maar hij hebt alsnog de penalty. En ik krijg een rood. Dacht van, nou, de groeten. Ik ben weer weg. Dus lief ik 2 points achter elkaar. Ga ik 8-7 in de Weekend League. En mensen, ik wil niet horen van dit is dom. Want ik weet het. Het is dom. Ik weet het, mensen. Ik weet dat het dom is, oké? Okay? Ik weet het. Maar mensen, het was tijd voor de ommekeer. Het was tijd voor die echte ommekeer. Pot nummer 16, weer geen goed team. Maar ja, ik ga op dit moment 8-7. Dus op dit niet raar. We komen op 1-0 achter Dembele. Nou, ik was er alweer klaar mee. Ja. Ik was er alweer helemaal klaar mee. Maar ik ging toch door. Want op de 1-1 werd gemaakt door niemand minder dan Pippo Inzaghi. Toen scoorde hij de 1-2 met Dembele. Ja, ik wist gewoon niet waar ik het zoeken moest. Maar toen kwam Ronaldo met de 2-2. Jawel. En de 3-2 ook door Pippo. Pippo Inzaghi, jawel. Dan komt Pippo door. Die schiet op de paal. Maar Ronaldo die scoort met bad timing. Maar dat maakt niet uit. Want hij zit erin. Daar gaat het om. Hij scoorde 4-3. Maar maakt niet uit. Daar blijven we bij. Dus we winnen eindelijk weer. En we gaan dus 9-7. En hier kwam ik erachter dat ik een kleine fout had gemaakt. Want we gaan niet 9-7, maar 10-7. Dus ik alle bestanden terug. En het bleek dat ik een potje heb gemist. Die krijgen we nu te zien. Ik scoorde 1-0 met Neymar. En een ragequit. We gaan nu 10-7. En we hebben 17 goals met Inzaghi. Pot nummer 17 kwam tegen een goed team. Ja, ik ga natuurlijk ook. Ja, 10-7. Ja, dan kom je natuurlijk wel in het hogere segment. En ik heb 2 ragequits en tellen die volgens mij niet mee. Als in je scoren tegen hoe goede mensen je komt. Dus eigenlijk ga ik 10-5. Zou ik eigenlijk 10-7 gaan. Jongens, dit is een FC Glory praktijk. Ik heb geen idee of het echt waar is, maar ik denk het. 1-0 komen door MAP. 2-0 door Pippo Inzaghi. Jawel, lekker. Dan scoort hij de 1-2. Varanen. Lekkere 1-2. En hij scoort ermee de 1-2. Pijnlijk. 3-1 door MAP. Scoort de 4-1. Open goaltje voor Inzaghi. Die kan zelfs hij niet missen. Het lijkt trouwens best wel alsof hij gewoon goed is, aangezien hij best wel aardig wat scoort. Maar hij is zo slecht. Het is echt niet te filmen. Hij is echt zo verschrikkelijk slecht. Het is echt... Oh, het is slecht. Normaal gesproken ga ik dus echt 11-1 of 11-2 in de Weekly. Maar ik probeer nu dus heel veel op Inzaghi te doen. Daarom ga ik nu dus... Wacht. Ik scoor eerst even de 5-1. Ja, mooi. Daarom ga ik nu dus 11-7 in de Weekly. 11-7, dat is een 11-1, 11-2. Oh, wel 20 goals met Inzaghi. Dat is wel lekker. Pot 18 kwamen tegen Sun. Maximum. Fantastisch. Neymar, echt zo goed. Kijk hoe die bal met 1-0. Echt die speler, jongen. Ja, ik kan ook niet met Inzaghi scoren op het moment dat je Neymar de bal hebt. Want die is zo verschrikkelijk goed. Daarna scoorde de 1-1 met Ben Yedder. Het lijkt wel alsof ik een soort één heel groot Weekly potje speel tegen Vardy en Ben Yedder. Dat zijn de enigen die tegen me scoren voor mijn gevoel. Scoort Neymar de 2-1. Oh, Neymar. Oh, ook de 3-1. Oh, Neymar. Hij ragequit. We gaan 12-7. En nog steeds 20 goaltjes van Inzaghi. Ik ben misschien de fout ingegaan. Ik had dus alles opgenomen, mensen. Toen kwam ik dus achter dat ik alle potjes verkeerd noemde. Aangezien er natuurlijk één potje tussen geplakt werd. Dit is pot 20 in ieder geval. Ik kwam tegen een erg goed team. Onmogelijk doelpunt van Del Piero komt hij op 1-0 voor. We maken de 1-1 met Neymar, wat lekker was. En de 2-1 met Mbappé. En daardoor wonnen we deze pot. Gingen we 13-7. Daarom is het ook pot 20. Want we hebben nu 20 potjes gedaan. 13 plus 7 is 20. Jawel. Pot daarna kwamen we tegen weer Vardy. Ik ben echt niet normaal vaak tegen Vardy gekomen. Het is ongelooflijk. Pot 21 is dit. 21. We komen op 1-0 achterdoor. Ja, het kan ook niet anders door Vardy. Wordt het 1-1. Mbappé, lekker. 2-1 door ons. Pippo Inzaghi. 2-2. Hij maakt een 2-3 met Vardy. Ja, het zal niet. 3-3 door Mbappé. Mbappé echt ook goed. Niet zo goed als Neymar. Wel goed. En dan wordt het verlengen. En ik ben niet echt in de vorm in de verlenging. En hij scoort de 4-3 met Vardy. We verliezen deze pot en gaan 13-8. Wel 21 goals voor Inzaghi. Maar er moeten nog wel wat goals bij. Pot 22. Komen we toevallig tegen Vardy. Nee, je gelooft het niet. Tegen Vardy. We komen 1-0 voor de Desailly. Die heeft 50 shooting. Schiet die bal onmogelijk binnen. Die tegenstander kan daar niet zo goed tegen. Snap ik. Dus je hebt er genoeg van. Ragequit. 14-8. Pot 23 komen we tegen Maradona. Ja, die is wel vrij goed. Zou je die... Dat is de baby Maradona. Misschien heeft dat wel uit zo'n pack gehad. Dat was al lucky. We komen 0-1-8 door Insigne. 0-2 door Maradona. 0-3 ook door Maradona. Ik denk van Koen, niet ragequit. Blijf dan rustig. En dat was goed. Want ja, wat er nu gaat gebeuren. We scoren 1-3 met Ronaldo. En daarna wordt het 1-4. Toen was het eigenlijk helemaal klaar. Ik dacht, ik speel maar gewoon door. Nu heeft toch geen zin om te leven. En Mbappé maakt nog 2-4. We verliezen. 14-9. Pot 24. Ja, wel een aardig team. Hey! Vardy. We komen 0-1 achter. We
We komen ook 0-2 achter. We komen op 1-2 door Petit. Ja, je gelooft het niet. En dan de comeback der comebacks. 2-2 Inzaghi. Lekker, lekker Pipo. 3-2 ook Inzaghi. Inzaghi draait het gewoon helemaal om. Het is niet te geloven. En we winnen deze pot. 33 goals voor Inzaghi en 15-9 in de Weekend League. De wedstrijd hierna komen we tegen. Oké, een kleine quiz. Wie heeft hij? Het is Vardy. Wat fantastisch. We komen 1-0 voor door Ronaldo. 2-0 voor de Ronaldo. 3-0 door onze Pipo Inzaghi. Hey Rage Quit. We gaan 16-9. En we gaan dus richting goud 1. Wat erg mooi is. Goud 1 zou echt lekker zijn. 20 wins is wel echt mijn goal eigenlijk. En 24 doelpuntjes. Heerlijk. Pot 26. En... oh mijn god. Geen Vardy. Ik vind het wel raar trouwens dat die Manolas in de afgelopen, wat zal zijn, jaar 35 kilo is aangekomen. Wat ziet die er dik uit op zijn foto. Echt niet normaal. We komen 1-0 voor de Neymar. 2-0 door Pipo. Hij begint echt langzaam weer in vorm te raken. Lekker hoor. 2-1 door Balotelli. Die is trouwens transfervrij. Dus ja. Als we een club hem wil oppikken. Ik weet dat veel clubs naar mijn video's kijken. Hij is transfervrij. Pak hem op deze winter. Ik heb de hik. What the fuck. Petit scoorde 3-1. Die begint ineens met scoren. Petit. Geen idee waarom. Maar dat vind ik leuk. Oké, van de 9 minuten een pingel. Erg lekker. Inzaghi achter de bal. Maar ja. Dan time ik hem weer rood. Schiet hem weer het stadion uit. Ja, ik snap het niet. Want die spelers rennen allemaal op een andere manier naar die bal toe. En allemaal langzamer, sneller. En dan druk je weer te snel als weer rood. Ah, hij reed het wel. We gaan 17-9. En 25 goals in Inzaghi. Oké. Maar hadden er 26 moeten zijn. Want de vorige pot kwam natuurlijk niet tegen Vardy. Maar dat kan natuurlijk niet twee pot achter elkaar. Want deze pot staat in de rust er weer in hoor. Jawel, Vardy'tje. Ja, ja. We komen 1-0 door Neymar. Neymar. Oh, I love you, Neymar. Hij scoort de 1-1. Maar ja, ja, Neymar staat weer op. Scoort de 2-1. We winnen de pot. 18-9. Heerlijk. Pot nummer 28. Kijk, dit snap ik nooit, mensen. Dan kijk je, heeft hij Messi. Echt goed. Van Messi. Oké, goede speler. Heeft hij daarnaast Zaha. 83 Zaha. Hoezo? Die is 5k. Koop dan een goede spits. Vardy of zo. Hij heeft zeker die SBC niet gedaan. Die was maar 30k. Hè? Ja, ik heb hem. Ik heb Vardy. Ja, ik heb hem. We komen 1-0 achter door Neymar. Irritant. Neymar heeft trouwens echt vervelend. 1-1 door Inzaghi. Ja, ja. Werelds. Werelds Inzaghi. Fantastisch. 2-1 door Neymar. Dit was mijn Neymar dan. Dan wordt het 2-2. Dit was niet mijn Neymar, maar zijn Neymar. Kun je niet iets van een petitie starten of zo dat alleen ik Neymar mag gebruiken? Want ik vind dit echt zwaar irritant. En hij is ook gewoon goed. Dus daarom zou het helemaal nice zijn als alleen ik hem mag gebruiken. Maar wie ben ik? Oh ja, ik ben Koen. Hij komt op 2-3 door Messi. Dan scoor ik de 3-3 met Mbappé. En dan in de 90ste minuut. Scoort hij de 3-4. We gaan 18-10 met 26 goals van Inzaghi. Alleen we moeten dus nog twee keer winnen. We hebben nog twee potjes. En als we die niet allebei winnen, halen we niet goud 1. Ik wil gewoon goud 1 halen. Goud 1 moet gewoon gehaald kunnen. Maar moet gewoon kunnen. Pot 29. Zijn team. Ja, geen mening. Geen Vardy. Pipo scoort de 1-0. Heerlijk. 1-1 door Mane. Dan scoor ik de 2-1 met Ronaldo. En 3-1 met Ronaldo. En 4-1 met Inzaghi. En we winnen de pot. We gaan 19-10 met 28 goals van Inzaghi. Oké, mensen. Nu wordt het even spannend. Want ik moet deze laatste wedstrijd winnen. Dit is spanning en sensatie. Zijn team komt. Hij heeft toevallig Vardy. Ja, je gelooft het niet, maar toevallig wel. Hij heeft Vardy. Spanning en sensatie. We komen op 1-0 door Neymar. Ongelooflijk. Yes, yes, yes. We komen op 2-0 door Ronaldo. Rood getimed. Heerlijk. En hij race quit. Lekker zeg. 20-10. 28 goals van Inzaghi in totaal. Dat betekent dat ik in totaal op 68 punten uitgekomen ben. Ik ben benieuwd of dit genoeg is. Volg mij zeker op Insta. Dan kom je erachter. Ik zal wel posten wie er meer heeft gehaald. Of Matty posten. Ik heb geen idee. Of Matty dan ook in dat geval. In ieder geval, mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Vergeet zeker niet te liken. Abonneer op mijn kanaal als je het leuk vond. En meer van deze challenges tegen Matty wil zien. 68 punten. Ik heb het goed gedaan, denk ik. Had beter gekund. Maar gewoon wel prima. Gewoon oké. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Mensen, dankjewel voor het kijken. En ik zeg doei. Adios. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg een tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Kom BTC, niet voor later een verdubbeling. Ik ga even een oude classicer doorheen gooien. Mensen, een man waar aan de buschauffeur. Gaat hij naar Artis? Dat de buschauffeur, nee, ik moet werken.